NDP-parlementariër Melvin Bouva zei gisteren in het parlement dat 300 hectare grond van een ondernemer in Brokopondo ingepikt en herverdeeld wordt onder personen bij de minister van GBB. Het NDP-DNA-lid vraagt zich af waar de grondinspectie blijft. Wat de regering ook met rust moet laten, voorzitter, zijn de gronden van burgers van het land, voorzitter. De gronden van ondernemers en de gronden, voorzitter, van zij die het toekomen. En niet de friends and family die allerlei honderden hectare gronden krijgen, voorzitter. Laat me u zeggen, als je op een balans zet, hoeveel honderden hectare allerlei personen dicht bij de regering hebben gehad en hoeveel percelen behoeftige mensen hebben gehad, voorzitter, dan slaat die balans over. Als dat moest ook bannen, voorzitter, echt waar. En we horen allerlei geruchten, allerlei spiders tussen de regeringen, binnen de regering, voorzitter, links naar rechts. Daar hebben we niets aan. We hebben hier een hele situatie gehad, uitgifte in Saramaka en het manipuleren van grondinspecteurs die nu op dit moment vastzitten met allerlei benoemingen van namen van personen, ook dicht bij ons, voorzitter, die mogelijk betrokken zouden zijn. Hetzelfde gebeurt nu, naar mijn informatie, in Brokopondo. 300 hectare wordt herverdeeld, wordt ingepikt van een burger ondernemer, gaat naar dichtverwanten van dicht bij de minister heen en grondinspecties, er is geen enkele bedrijvigheid daar. Kijk de grondinspectie met een andere bril, voorzitter. Hebben ze een andere manier van beoordelen van zaken, voorzitter? Dit kan niet en dit gaat niet. Er moet een dringende stop komen aan de wijze waarop het grondbeleid zich nu voltrekt. Wat gebeurt er bij Sabaku, voorzitter?